Het is nog geen lunchtijd, Leo. Ah, maar ik heb heel erg honger. Help me eerst dit hout te zagen, dan mag je daarna je broodje. Jou zie ik zo weer. Oké, vandaag, Leo, ga ik je leren werken met de decoupeerzaag. Zodat jij het hout kan zagen voor de planken die we maken. Decoupeerzaag? Je houdt me zeker voor de gek, Bob. Ik zie toch dat die planken daar al lang staan? Niet alle planken zijn kastplanken, Leo. We moeten ze op maat zagen. Oh, dat ziet er makkelijk uit. Dat kan ik wel. Niet zo snel. Eerst gaan we oefenen. Kijken hoe het gaat met dit stukje resthout. Oh, ik wil het echte werk doen. Het is een krachtige machine, Leo. Je moet eerst oefenen. Hier, zaag langs deze lijn. Oh, dat is een makkie. Die heb ik zo in tweeën. Klaar. Oh, deze is niet helemaal zo goed als die van jou, Bob. Geef niet, Leo. Probeer het nog eens. Maar deze keer druk je de knop wat minder hard in. Oké. Perfect. Oké, laten we gaan zagen. Alsjeblieft, Bob. Dat was de laatste plank die gezaagd moest worden. Kan ik dan nu mijn broodje gaan eten? Natuurlijk. Als je het in je mond krijgt gestopt. Geen zorgen, Bob. Daar heb ik al lang wat op bedacht. Leo, ik denk niet dat dat zo'n goed idee is, of wel? Oh. Ik haal wel een mes.